Oscar Riesebeek er alleen vandoor. Boris overboord, die zat al een hele tijd tegen zijn limiet aan. En Riesebeek vindt het welletjes. Met bijna 4,5 minuut voorsprong pakt hij de volle bijt aan tussensprint. Daar gaat Boris nog met 2 punten weg voor de tussensprint. En ze gunnen Ethan Vernon ook dat laatste puntje. Dus hij heeft nu 20 punten in dat klassement en verstevigt zo zijn groene leiderstrijd. Ik denk dat het over is. Het vat is af bij Riesebeek. Ja. Je ziet dat direct in Geefdem, hè. Pedersen ook gelost opnieuw. Top van de Altastenberg op 18,7 kilometer van de finish. Hier hebben we Akkerman. Bauhaus, zijn collega sprinter, ook bij de geloste. En daar zien we ook Harm van Hoeken, de man in de bolletjestrui. Leider in het bergklassement. Na 180 kilometer in de aanval wordt Oscar Riesebeek ingelopen. En groet hij daar zijn ploegmaat Quinten Hermans. En dus is het nu nog iets meer dan 3 kilometer klimmen op die Altastenberg. Nog eens zeggen, boven op de top liggen bonificatieseconden te rapen. 3, 2 en 1 is de verdeling. Van Wilder in het wiel van Groschartner, dan Sivakov en Vermaarke. Alles op een lint. Door de versnelling van McNulty, nu Ulissi. Groschartner die aan de sprint leek te beginnen, maar het is Van Wilder die attent reageert. Van Wilder aan de binnenkant. Goed gedaan van Dylan van Wilder en de 3 seconden gepakt. Ja, hij is gewoon sneller. Hè. Ik had dat gisteren ook al gezien. Als je ziet met welk gemak dat hij er vanuit vierde positie die mannen remonteert. Van Marke die nog van ver komt en zo tweede wordt. Sivakov ook niet, hè. Komt er ook niet aan te passen. Mühlberger en Florian Stork, dat zijn de twee leiders op dit moment. Ja, ze blijven er toch niet stilzitten in het peloton. Hè. Kijk, het is altijd maar beweging daar. 10 seconden hebben deze twee, Stork en Mühlberger. Een Duits-Oostenrijkse entente. Hier begint de beklimming. 1,7 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Ja, en nu is het voor sommigen harken na de versnelling van McNulty. 15 seconden voorsprong nog en Mühlberger die gaat versnellen. Die wil van Stork af met nog 3 kilometer te gaan. McNulty leidt daar nog de groep. En Mühlberger komt ook van Stork af. Die heeft nog wat over, de Oostenrijkse kampioen. Mühlberger als eerste boven. En dan Stork en McNulty als derde. En vlakbij McNulty zit Ilan van Wilder. Behoedzaam door die bocht, Gregor Mühlberger. Gaat hij het doen in de straten van Winterberg? Gaat hij hier de tweede rit in lijn van de Ronde van Duitsland pakken? Met daar in de achtergrond nog altijd McNulty en Van Wilder en Sivakov in dat wiel. Hij gaat het afronden in de laatste 200 meter nu. Gregor Mühlberger blijft die sprintende groep voor. En hij pakt de zege in Winterberg. Geweldig gedaan. Ja, inderdaad. Prima ingedeeld in die absolute slotfase. En de zege is voor de Oostenrijkse kampioen in een Duits skioord. En de sprint
Die wordt nog gewonnen door een ploeggenoot van Mühlberger. Dat lijkt me Aramburu voor Vermaarken. Dus Van Wilder vijfde, dacht ik. Als vierde van die groep komt hij binnen. Geen bonificaties gepakt, maar ook Grooskaart nog niet en Sivakov ook niet. De voorlopige uitslag Mühlberger voor Aramburu en Vermaarken. Dan Sivakov, Van Wilder inderdaad vijfde op 10 seconden in dat groepje. Dan Van Poppel, Polit, Zimmerman, Tiller. In de stand heeft dus Ilan Van Wilder zijn leidersplaats een beetje verstevigd. Dankzij de bonificatieseconde. Hij heeft nu 11 seconden voorsprong op Felix Groschartner en 13 op Pavel Sivakov.